Leuk dat jullie naar deze video kijken. In deze video zie je dat Frenk besluit om naar Barcelona te gaan. Dat het nieuws in Nederland naar buiten kwam dat hij naar Barcelona gaat. En natuurlijk onze afgelopen paar dagen dat we in Barcelona waren voor de presentatie. Ik hoop dat jullie het leuk vinden en veel plezier. I don't know what that dream is that you have. I don't care how disappointing it might have been as you've been working toward that dream. But that dream that you're holding in your mind, that it's possible. That some of you already know that it's hard. It's not easy. We gaan nu naar het vliegtuig toe. We zijn nu nog in Amsterdam en we vliegen over een uurtje. En we zijn met Sander, dat is de beste vriend van Frenkie. En met Joris, het broertje. En met Frenk. En Ali, maar die is even weg. Hm. En dan komen we vanavond aan. Eentje komt dus aan en houdt het kaartje er ook aan. Ik krijg het er niet af hoor. Ja, estik aquí, forza barça. Oké, we zijn dus net aangekomen in Camp Nou. In Nou Camp? In Nou Camp. En we gaan nu naar de fanshop en Frenk komt er nu aan. Het is super warm, maar het is wel leuk tot nu toe. Het valt tot nu toe wel mee, hè? Ik ben vooral heel zenuwachtig. En jullie niet. John, wat vind je ervan? Ja, schoonzicht is ook mooi, maar dit heb ik ook wel wat. Supermooi, we gaan ervan genieten en bam.
Oké, wat we gedaan hadden moeten doen was klaar. En nu gaan we met z'n allen een hapje eten. Want we hebben allemaal heel veel trek, want het is al 11:30. En we zijn nog die Hollanders die zeg maar gewoon om 17:30 willen eten. Dus die Spaanse tijden zijn we nog niet helemaal gewend. Dus iedereen is very hungry. Iets harder kloppen, denk ik. Ja. Oh, wat was dat? Escape room. Welkom, welkom. Normaal. Kijk, dat is heel gek. Nou, dit is wel echt gaaf. Ja, kijk, kijk, kijk. Oh. Ja, dit is wel leuk. Ja, tot tafel. Ja. Oké, ik ben echt net wakker. Het is 10:30 en ik ga nu ontbijten. Vandaag is eigenlijk best relaxed, maar we moeten volgens mij rond 6:30 klaar zijn. Frank heeft nu medische keuring. Volgens mij rond 10:30 terug. Dan begint alles, dus ik ben heel benieuwd. Vergeten, dus ik had de zilte erop. Maar ik heb net lensje gekocht en we gaan nu naar ons appartement, want we hebben net de sleutel gekregen. Echt superleuk. Ik vind dat je het goed doet. Ja, ja, ja. Dan zie je ons in de volgende. Oké, we waren net met de familie in ons huisje alles laten zien. Iedereen was natuurlijk super enthousiast, want het is echt, we zijn allemaal heel erg blij mee. Nu liggen we even op bed, want we zijn echt super moe. Frank had natuurlijk vanmorgen ook al die medische keuring. Dus hij is bijna ook niet ademen door het poepje van Mickey net, maar wat doe jij? Ik liet deze scheet. Doe normaal. Hij moet altijd grappig doen als de camera aanstaat. Dus hij is best wel moe. En nu, ik ben eigenlijk ook wel moe. Er komen wel heel veel indrukken zo op je af, weet je wel. We hebben dit allebei nog, in ieder geval, ik heb dit nog nooit echt meegemaakt, hoe heftig het nu allemaal is. Om 6:30 worden opgehaald in het hotel. En ik moet mijn rok nog stomen, ik moet mijn haar nog wassen en ik moet me nog klaarmaken. Dus, het is nu 5:10, dus laat ik vooral even opschieten. En Frank gaat in pak, dus dat is super sexy. Heb je zin, schat? Zeker weten, schat. Lekker. Oké, dus ik ga even mijn mobiel opladen en dan zal ik straks weer verder filmen. Het zijn mijn 2 bodyguards van vanavond. Loop ze. Kijk, links en rechts. Oké, zijn jullie een beetje zenuwachtig of valt wel mee? Alles onder controle. Valt nog mee. Nu nog wel, nu nog wel. Oké, is wel even vet, hè? Ja, zeker. Ben je zenuwachtig? Nee, niet zoals jij. Nou, ik ben ook niet zo zenuwachtig, maar het is wel Mickey, gewoon cool. Mickey stond bijna te plassen daar tijdens. Te plassen? Ja. Nou, nee hoor, maar ik vond het wel gewoon awkward als je een foto moet maken en er 1000 mensen kijken. Juri, doe even. Juri, kom, doe even 1 gewichtje. Juri. Toen ik het veld opkwam, toen ik ze zo vanuit de catacombe hoorde. Hoorde je ze? Ja. Dat Spaans hebben we nog niet mondelijk, niet, hè, oma? Nee. Jij nog niet? Felix! Ja, bro. Ja, Ali, dat weet je als je niet mee. En dan de knep uit, hoor. Nou, Jan. Jongen, fantastisch.
Vond je het leuk? Ja, was echt leuk. Vond je het leuk? Nee. Thank you very much. Ik ga extra vastlopen. Ik heb nu al uit. Oké, we zijn weer terug thuis. Ik vond het echt super leuk om alles mee te maken. Vond je het ook leuk? Jij vond het weer super leuk. Super leuk, ik zeg altijd super leuk. Nee, het was oprecht heel leuk. En nu zijn we lekker thuis. Gaan we lekker uitrusten en bijkomen en alles even realiseren. Realiseer je eigenlijk alles wat is gebeurd? Jawel, het was echt super leuk. Frank heeft geen zin heel in mooi dit. Om mee te maken. Hij is Ajax aan het kijken. We zijn 2 minuten thuis en er staat alweer voetbal op. Jij komt weer met een interview. Nee, maar het was serieus heel erg leuk. En nu ben ik ook wel weer blij dat het even rustig is. Ja, toch? Oké, dus leuk dat jullie hebben gekeken. En tot de volgende keer. Doei! Estoy muy feliz y orgulloso de estar aquí. Tengo ganas de empezar. Ik ben heel blij en trots om hier te mogen zijn. Ik kan niet wachten om te beginnen.